Oh mijn god, op de lat. Kom, schiet hem er dan in. Ja. Waarom is buitenspel? Wat de... Kijkers van Peugeot, we zitten zo weer FIFA Sundays, hashtag 18. Ik ben weer heel laat met opnemen, maar dat komt omdat ik... Ja, ik had het weer druk, zoiets was het wel, ja. Dit is dan ons team, het was een Eredivisie team, ziet er wel cool uit. Alles! Klaar! Tuurlijk. Ja, ik heb alleen nu wel Van Rijn gekocht, dus Pelé van Arnold, sorry. We gaan daar eventjes Van Rijn in zitten. Dat ziet er beter uit dan. Ja, ik vond Vermeer het nou niet zo heel erg fantastisch doen. Dus ik heb toch maar Siddersen gekocht. Dus hier is Siddersen. Fantastisch. Siddersen, zo. Dat is een aardig goed Eredivisie team, denk ik. En dan ga ik het toch nog maar een keer proberen. We zetten hier gewoon de Depay neer. Mij hoor je niet klaar. Heel mooi uit en we gaan er gewoon een wedstrijd spelen. Vorige keer ging het heel goed met Kuel de Jong. Kuel, ik vond het gewoon cool klinken. Eén wedstrijd winnen en we zijn gepromoveerd. Het gaat tot nu toe heel goed en dit team gaat het eigenlijk ook wel aardig. Bingo! Het is een beetje alles. Matta, goeie Spaanse voetballer. Zo, wat een lekkere leg. Oh, dat hij niet zat. Oké, hij lekte wel vreselijk, maar... Yeah. De Fai! Oeh, die kultje toch. Moet ophouden met voorgeven. Ik moet gewoon in één keer schieten. Ik geef te veel voor. Weer! Die keeper... Dit ga je niet menen. Eerste kopbal, eerste goal. Holy shit. Geniet hier. Oh, kultje toch. Holy damn. Kuel. Kuel, nee. Komt zijn keeper opeens uit. Ik ben naar kaas gegeten. Kom op, iemand voor de goal. Kuul, je kan het wel ietsjes beter koppen dan dit, of? Check mijn schoten dan. Check zijn schoten. I'm looking for... Bier. Bier! What the fuck? Ik snap dit spel niet hoor. Hoe kopte hij hem tussen vier van mijn spelers in de goal? Het zijn gewoon homo's. Wat zo? Yes. Op, maak hem af. En nee. Oh, wel. Lekker erbij. Pak de bal op. Pak die bal op. De Depay, waarom schot je zo hoog? Dat zou ik echt niet weten. Rijn neemt hem. Bingo! Op de l- Holy shit! Kop hem erin! Waarom heeft hij wel die luck dat hij er dan in gaat? Dat zou ik echt niet weten. Maar hij belt pijn! Hè? Kut. Dat was echt niet zo slim. Ah, ik heb klootzak gezegd. Lekker van Rijn. Je bent er net een wedstrijd in, heb je nu alweer rood. Maar ja, daar gaat het niet om. Jawel, daar gaat het wel om. Jongen, dat was helemaal niks. Maar hij belt pijn, hè? Lekker uit te gaan. Ga jij er maar ook eens even flink in. Goed zo uit te gaan. Smeer je in met pindakaas. Ik had zoveel kansen, zoveel kopballen.
Maar Van Rijn doet het wel goed hoor. Eerste wedstrijd rood. Nog beter dan Bruno Martinsindi. Nee. Ah joh, Klaasie geblesseerd. Oh, dat is een mooi moment om deze nieuwe... Nou, eerst zet ik dan weer wat Pelé van Arnold neer. Is toch maar één wedstrijd geschorst. We gaan een nieuwe aankoop bekendmaken. En die nieuwe aankoop is... Danny Blij. Daar ben je de hoogste blij van. Jongen, ik ben gewoon zo blij dat we hem hebben gekocht. Want daar word ik gewoon blij van. Dus die gaan we gewoon een club sturen. En dan worden we gewoon allemaal blij. Dat is wel grappig. Woep, woep. Blij. Ik vind het wel goed gaan. Nou, deze wedstrijd was wel een beetje jammer, maar... Ajo. Oh, wat een paasje. Nee. Zo. Geen bij het spel. Oh, lekker gezinnen ze. Fantastisch. Oh mijn god, Blij. Dat was echt een supergoed schot. Daar word je blij van. Loop nou eens. Ja, dat is ook wel een pindakaas schot, hè. Net pindakaas gegeten, dus. Kop hem erin. Oh, wat een goal. Ik weet niet wie dat was. Ik denk Prupper. Als dat Blij is, dan word ik er blij. Daar word je blij van. Boom. Wie was dat? Ik kan het niet zien. Holy shit, lekker voorzetje, de paaitje. Prupper, oké, goed genoeg. Prupper. Kuultje. Dat was nou een goede kopbal. Lekker jammer, Kuultje. Oh, Kuul heeft het toch nog geroepen. Doe maar Sven van Beek achter. Oh, za. Huntelaar actie. Woe. Netjes. Mooi kopballetje hoor. Boom. Dat gebeurde dus bij die andere gast van de vorige wedstrijd ook. Geef hem voor. Kuul is een beest. Ja, klopt. Kuultje. Kuul. Yeah. Netjes. Ja. Hij is gekwit. Dit was echt een super wedstrijd. Komt allemaal door Daan Blij. Lekker blij. Daar word je wel blij van. Echt een goede speler. Ook al is hij brons. Hier, heeft gewoon de 6,5. Daar word je blij van. Doelpunten Prupper en De Jong. Assisten. Nou, Wijnaldum zeker eentje, want die nam de corner. De Pai, die had een heel mooie assist op Prupper. En Narsing, nou, dat zagen we net. Dus dit is wel mooi gedaan. Maar we hebben gewonnen en we zijn gepromoveerd. En een kampioensdansje? En dan willen we eigen kampioenschap wel hebben, want ik wil wel wat geld. Dan kunnen we misschien weer een vormpje kopen of zo. Kijk, is er iemand geblesseerd? Oh, Kuul heeft een contract nodig. Nee. Kuul. Ik ben Van Rijn vergeten op te stellen. Zo. Fuck off. 3 in vorms, maar echt. Hij heeft toch net 100 team raced. Waarschijnlijk net. Maar dat is ook zo automatisch van. Oh mijn god, de lat! Kom op, schiet er al in! Ja! Waarom is buitenspel? Dat zou ik echt niet weten. Wat de... Wat was dat? Wat de... Mij hoor je niet klaar. Dit is zijn eerste schot van de wedstrijd. In de 90ste minuut. Staat de verdediging eventjes niet op te letten en hij scoort gelijk. Kan wel eens gebeuren. Nou, dan gaat hij alles op de verdediging. Ik speelde zoveel beter dan hem. Het is 1-0-1 geworden. Ik was veel beter deze wedstrijd. Had volgens mij 1 schot op doel en een goal. In de 90ste minuut was gewoon eventjes de verdediging aan het opletten. En ja, dan krijg je zo'n doelpunt tegen. Dat is niet erg. Ja, ik stond er nog niet voor. Kijk eventjes naar de kansen. 1 schot op doel. Ik een 6-8. Ja, het slaat nergens op mensen. Maar er is nog 1 wedstrijd om de titel te pakken die ik wel wil. Want dan krijg je veel meer centjes. En ik... We zetten daar de enige echte Congolo neer. De snelste verdediger van Nederland. Via FIFA dan. En hier zetten we... Ja, ik wil wel kiezen. Jeff Stans of Ayoub. Maar Ayoub die verdient het wel eventjes. En hier zetten we dan Jeff Stans. Oh, niet Prupper.
Sorry Peter Bos, maar ik heb geldnood. Ik ben gewoon pislink, ja. Dus vervang manager. Deze. Ik heb gewoon nog maar 4 muntjes. En dan gaan we nu voor de titel spelen voor 1200 coins. Ja of nee, Rick? Gaat dat lukken? Dat zien jullie niet de volgende keer, want ik wil het nu gaan spelen. Dat is echt een kut einde geweest, hè mensen? Nou ja, zeker. Hij heeft geen manager. Is dat het enige positieve is dat ik krijg staan? Heeft hij weer een heel Braziliaans team? Chroma plantaardig bakvet. De hoogste bleef al. Ik ben in ieder geval gepromoveerd, daar ben ik nog wel blij mee, maar de rest van de wedstrijd was ook kut. Kutjes, kutjes. Gaan nu naar de divisie 5. Op zich hoef ik niet te treuren, want we zijn gepromoveerd, maar ja, ik wil al 1200 coins meer natuurlijk. Maar hoor je niet klaar. Nou ja, bedankt voor het kijken naar deze FIFA Sundays. Ik heb 1 winst en 3 verlies, maar ja, ik ben gepromoveerd. Koemannetje doet het niet zo goed, die moet er wat aan veranderen. Ja, zeker. We zien wel hoe het gaat lopen de volgende video. Ik denk niet meer dat we Eredivisie hebben. Maar ja, we zien jullie de volgende keer. Doei.